heb normaal papiertje, maar de printer was op, dus ik probeer het nu even vanaf een PDF. Oké, twee gedichten wel zo binnen het thema. Het gaat eigenlijk vooral over vragen in de zin van ja, een vorm van expressie. He, dus dat je niet per se een antwoord terug verwacht, maar jezelf een vraag. En het andere is meer luisteren als inspiratiebron. Je hebt verstaan, hè? Ja. Vragen staat vrij. Overigens, dit eerste is, het zijn drie stroven. En die zitten daar natuurlijk samenhangen, althans dat probeer je. Maar die kun je ook in willekeurige volgorde lezen. Maar ik zal het op één manier doen. Vragen staat vrij. Toch raakte de vraag allereerst mijzelf, maar vroeg ik ook om me heen of dit eigenlijk wel mocht. Los van het idee of ik dit feitelijk wel kon, of het werkelijk in mij zat, dat verschil te maken. Of is het die wil, een drang uit niets, als creatieve nood naar iets moois door te geven? En de tweede is een sonnet. Perfect storm. Perfecte storm. Op 8 boven het maaiveld, met enige wijn in het bloed, klinkt een kinderstem omhoog, werken in op mijn gemoed. De geluiden van ver weg, een metro die dichtslaat de deur. Dagprille, warme lentezon, ik laaf me aan deze sleur. Op zee, aan het brede strand, waar lange golven ruizen, begint de wind te zuizen. Terwijl ik, hier stil in huis, ontdaan van elke plicht, me weer nergens op richt. Dankjewel. Maarten Douwe, Brederode.